wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Hoorde je dat? Ik ben vandaag met Emmy, die nu achter de camera staat. Yay! En wij zijn vandaag bij Opnieuw & Co. Ik had op Instagram gevraagd wat ik voor challenge zou moeten doen. Ik wil het een beetje vernieuwen. Dus iemand had gezegd, deze persoon, dat ik een outfit challenge moest doen. Dus een budget challenge. Ik heb 20 euro in mijn tas. Volgens mij heb ik ook nog 4 euro los in mijn tas. Maar we gaan voor 20 euro een outfit zoeken. En Emmy gaan we daarbij helpen. Dus let's go. Toen ik en Emmy de kringloop inliepen, bedachten we eigenlijk dat ik het leuk zou vinden om een date night outfit te doen. Dus dat was ik nog eventjes vergeten te melden in de video. Maar ik ga dus op zoek naar een date night outfit onder de 20 euro. Oké, terug naar de video. Zal ik je interviewen? Ro, wat zoek je? Emmy, ja. Kijk, fit. Oh, weet je wat we zo leuk zijn? Die herinnering die jij... Een kolletje. Die met ja, juist. En dan een call voor date night. Ja, leuk. Toch? Ik ga gewoon date night insteken. Ik vind het ook heel leuk. En dan, maar ja, dan kom je wel snel met een panty en schoenen en weet je, dan kom je wel snel op de outfit. 4,50. Ja, maar misschien kun je zelfs twee outfits doen. Date night en een sexy pyjama. Ja, snap ik. Maar ik heb wel een vraagje. Aan mij? Ja, waarom zit er één knoop? Fashion. En hoe mooi, hè? Maar je kan nog, weet je, mooie stoffen. Je zou hier mooie knopen kunnen maken. Door knopen. Jij? Ja. En meest handig. Ik niet. Dit zijn twee linkerhanden. Je ziet het niet, maar ze zijn er. En meest echt, nee, ik zie het. Je moet echt meer doen. Oké. Okay. Ja. Ik ga een colletje hiervoor zoeken. Ja. Een kleurcol, hè? Ja, spectaculair, hè? Moet wel impressive zijn. Je kan even kijken, welke kleur complimenteert het, hè? Oké, en Mee zegt dus net, en een sexy pyjama. En ik vind het deze vet mooie satijnen. Hij is echt zo mooi. Hij is zo mooi. Oh. Ik ga deze wel gewoon meenemen. Ja, toch? Ik hoop dat je hem dan niet past. Nee, grapje. Wij hebben altijd, namelijk dat zeggen Ron en ik wel vaker, omdat we allebei totaal een andere maat hebben, is het zo chill met elkaar te shoppen. Ja, want als dat we echt, want wil die broek. Oh, wacht, ik wil heel even wel laten zien dat Emmy net deze broek heeft gevonden. Een love. Maar ja, ja, dat gaat dus niet. Nee. Dus, oké. Dit is wel echt leuk. Heel mooi. Weet je, voor de after date. Dit is meer voor thuis. Gewoon... Mooi. Ja, ik zou hier ook gewoon echt... luister, je kan je ook gewoon normaal dragen. Ja? Oh my god, ik zou er een slipdress onder doen. Deze knopen of een slipdress overheen doen. Want ik dacht misschien kan ik wel een mooi jurkje vinden. Ze zegt het en ze hebt het. Maar ik weet niet wat dit is. Oh. Sorry, maar wat is dit? Waarom? Nou, je hips don't lie, denk ik. Neem het gewoon mee. Ik neem het gewoon mee, weet je? Oh, kijk, I love it dat Ro... Kijk, Ro en ik shoppen al veel lang, hè. En ik ging altijd bijvoorbeeld bij ondergoed pyjama's kijken. En hoezo? Omdat ik het wel persoonlijk vind. Ja? Oh, ik ben gewoon heel proud op jou. Heel trots. Oh, want is er lief. Heel vaak, maar ook op jou. Bepaalde dingen en tips en et cetera. En dan zie ik Ro de video's. Tip voor mij. En dan denk ik, jee, dat zit ophangen aan je tas. Of ja! En ik echt, oh my god. Dit is, we zijn gewoon pro's aan het worden. Wij zijn echt pro's aan het worden. Ik zweer het. Jee. Panty? Nee, bedankt. Oh, dat haat ik, hè. Als mensen een rokje hebben en dan een witte panty. Nou, ik ga het nog erger maken. Vroeger. Legging. Drie kwart legging. Oh. Oh. Trist, hoor. En no. Is een denim, donkere denim spijkerbroek en een geel met groen fluweel. Stop. Girl, stop. Ja. En natuurlijk de dress. En ik dacht, ik neem een kontje. Ik vind dus net deze, als ik het... Hoe leuk is oh, dit? Mooi. Dat is een beetje een krop. Ja, krop. Ik weet niet of het leuk is hierop, want kijk, het is natuurlijk een ronde neckline. Ja. Maar dit is ook wel een cool. Leuk hoor. Kijk, wat van die... Ja, ruffles. En hij is 4,95. Oh, oh, oh. Oh. Moet even kijken of hij niet heel strak is nu dus ook. Ik denk dat ik hem wel pas. Ja, het is in ieder geval heel veelbelovend. Ja, ik ga wel nog steeds op zoek naar een colletje. Ik vind het toch wel nice. Ik denk dat we even een mandje nodig hebben. Ja, gaan we even pakken.
Ik zie hier een kool. Lijkt een beetje op een thermo-ding. Wat is dit? Is dit een kool? Ja, met korte mouw. Maar wel korte mouw. Dus, maar zo'n kleur is wel heel mooi op die jurk. Blote armpies. Weet je, doe maar erin. We hebben mandjes trouwens gevonden. En May heeft ook een mandje gevonden. Lieve mensen. Ik zit dus bij de... Ik weet niet. Het zijn een soort van pyjama leggings hier. Ik vind dus deze broek. Het is een soort van... Wat voor kleur is het? Een soort van... Grijs, lichtgrijs. Grijsblauw of zo? Groen? Ja. En ik denk dat het... Hij heeft zo'n pantalon einde. En ik denk dat het eigenlijk ook wel heel erg leuk is voor date night. Oh ja. Nou, daar... Dat kan heel mooi zijn hoor. Ik met hakken. Ik denk dat het heel mooi kan zijn, maar het is wel een beetje een bewerkelijke kleur. Zodat je even moet kijken waar je het mee gaat combineren. Challenge accepted. Ik ga kijken of ik 2 outfits kan maken voor dat budget. Voor 24 euro. Oké, let's go. Yes. Welke kleur past daar mooi bij? Wat complimenteert het? Wit. Ja. Ik denk dat wit heel mooi is. Niet zwart. Nee, zou ik ook niet doen. Wit. We gaan voor wit. En dan een andere kleur kool voor dat jurkie. Mm-hmm. En dan moeten we bij beide even een leuke tas. 1 tas gewoon. Oh, ik sneed je hoofd eraf. Sorry. Oh, moet jij niet zo'n dingetje hebben? Dat is mooi. Ik heb je altijd gezegd dat je altijd dat soort dingen moet hebben. Zeker. Ik denk dus niet dat ik dit jurkie vind hoor. Ik hoor je gewoon nadenken. Maar dit onder die... Dit is wel echt een mooie ding trouwens. Dit is echt een... Ik ga gewoon... Weet je, dit is echt mooi hè? Oh wauw. Prachtig hè? Ik ga deze beetje het ding gaan doen. Nou? Ik neem vooral die shit mee. Ik kijk daarna wat ik mee doe. En dan kiezen we 2 outfits. Altijd. Want kijk dit, hoe prachtig. Past nergens bij. Maar het is prachtig. Dus we gaan. Off you go. Tassen. Date night, dat is echt... Laten we zien is nog. Echt date night. Ja. Wacht, hoeveel is die? 1,95. Huts. Misschien gaan we nog eentje. Dit is te groot. Oh, die. Ik heb nog die nodig. Oh, dat jurkje natuurlijk. Dun of dikke ring? Ik weet niet. Je ziet geen knopen, die zijn niet zichtbaar, toch? Nee. Oké, dan hoef je daar geen rekening mee te houden. Nee, hè? Hé, hey, wat dacht je van deze? Dit is leer. Oh. Deze ook. Kan je hem omdraaien? Ja. Dat is ook echt een tip, hè, van ons. Je moet, als je de video van Emé nog niet hebt gezien, waar we de Ugly Thrift Store Challenge gingen doen op haar kanaal. Daar leert je een techniek dat omdraaien van dingen heel ver kan brengen. In het leven. Tada, 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 tada. Oh my god. Oh no. Ik ga stuk om ons. Het kan toch niet, mensen? Ik heb mijn wiel blokkeerd. Oké. Okay. Ik heb nog steeds een kool nodig. En ik kan gewoon geen kooltrui vinden. Ik vind net deze prachtige schoenen. Mooi. Super mooi, hè? Ook maar mooi slank. Het is maat 38. En je hebt? 36. Want kijk, hij is heel lang. Ik vind ze echt... Het ziet er heel mooi uit. En ze zijn... 7,95 wel. Dat past ook niet in het budget. Maar ze zijn wel nieuw. Ja. Zeg maar, niet nieuw, maar... Altijd heel mooi geweest, hè? Ze kunnen ook stoppassen. Ja, waarom niet? Omdat het 2 maanden te groot is. Ja, maar ja, kijk. Je gaat niet heel je outfits ook kopen per se, hè? Je bent het gewoon, het is een challenge. Ja, dat is waar. Maar liefst wel natuurlijk. Ja. Terwijl je nu zou denken dat alle... Oh, pitstop. Nee, sorry. We zitten alles te blokkeren. Sorry, mevrouw. Oh my god, waar is mijn mandje? Wacht oh, even. Ro. Dat is typisch Ro. Ik hoor er al in. Oh, dat is die met die gouden... Voor date night, ja. Met die gouden knopen. Als je nou zo'n mooi pantalon vindt, moet je hem wel vinden natuurlijk. Welke kleur zoek je? Zwart bijvoorbeeld. En dan met deze schoentjes, die ik dus net heb gevonden. Ja. Maat 36. Ik vond ze cute. Een pantalon met zo'n wijde pijp, dat is super mooi. Ja. Een classy. Maar dat is het wel in zo'n kringloop. Vaak zijn het wel wat grotere maten dan dat ik zeg maar heb.
Ja. Dat is zo jammer altijd. Had je bij de kinderafdeling al gekeken? Ja. Oh. Daar hebben ze geen broek bijna. Oh shit. Ja. Dit is een thermoling. Oh. Ja, met een riem misschien, maar... Nee. Was... Qua lengte is hij wel, denk ik, heel mooi. Qua lengte is hij goed. Riempje? Ja, ik zou hem wel mooi passen. Ik vind de pijpen heel mooi. Ik heb ongeveer 3 potentiële outfits. Dus ik ga kijken hoeveel nu zit en wat past. En dan het beste wordt de outfit. Jezus, Mina. Wat een... Nee, ze komt niet eens vooruit. Ik vergeet ook mijn mand nu. We hebben echt, echt top. We hebben top, zei ik. Maar oké. Ja? Wat is er kut? Ja. Alle blauw gecontroleerde kleding krijgt je pas een korting. Heb jij eens blauw? Ik ga mijn outfits even elkaar schrapen. En dan zie ik jullie zo. Dit is leuk, komt ie. Ik heb alles een beetje uitgestald hier in het pashoekje. En ik heb deze super mooie schoenen voor deze hele mooie schoenen. 2 riempjes. Deze vet mooie tas. Dan is dit alle kleding. En ik denk dat ik hier ongeveer 3 outfits uit kan maken. Maar we gaan het zien. Random dit topje gepakt van 4,50. Ik vond het best wel leuk met dit. Dit maakt het ook wel een beetje chic. Een beetje voor een date. Dan heb ik dat ene jurkje. Ik denk niet dat het iets wordt, maar you never know. Deze. En deze is deze. Dit is de dress. Dit is een super mooie broek. Voor 3,95. Jeetje man, zoveel spullen. Deze is dus wat duurder. Ik denk dat het een merk is. Deze is 7,25. Maar super mooie knoopjes. En dan heb ik nog dit rokje. Ik heb nu dit shirtje aan. Maar hij is echt super klein. Dus dit wordt hem sowieso niet. Wel leuk dit. My friends. Ja. Body. Alleen dit is een beetje kut dat er geen knoopje zit. Nou. Ik heb dus het truitje, de jurk, de tas. Mooi. En dan, dit is eventjes voor het shot of eigenlijk voor de video. Want de schoenen zijn, zoals je ziet, te groot. Het is 2 maten te groot. Maar voor het idee. En het past nog binnen het budget met schoenen. Wat ik eigenlijk niet had gedacht. Dat is het. Oké, en kijk, het zit gewoon... Oh, en het riempje. Ja, het riempje. Het zit echt heel mooi. Ik vind die zakken heel leuk. Hij is echt prachtig. Hij is heel leuk. En ik weet dus niet op hoeveel we zitten, maar we hebben net uitgerekend dat we sowieso onder de 20 zitten. Ja. Dus ik zal hier eventjes betrachten. Ja, want het jurkje is 50% korting. Ja, dat zei Emily toch. Oh mijn god, het is gewoon gelukt. Ja. Dus ik ga kijken of ik nog andere date-outfits kan vinden. Maar dit is sowieso gelukt onder de 20 euro, dus... Nee, en ik ga ze nu gewoon weer aan doen met Dr. Martens. Oh my god, man, het is gewoon gelukt. Het is best wel chic wel. Ja. Ik heb alleen eventjes van shirt gechanged. Aha. Oh. Ja, ik vind het heel cool. En deze is ook nog goedkoper dan dat natuurlijk volgens mij. Ja, maar die witte was net wel echt date. Dit is meer... Ja. Casual, wij gaan lunchen net na je werk. Ja, terwijl het heeft ook wel iets chics of zo. Het moet niet per se vet chic te zijn. Nee. Misschien komt het ook door de tas die er nu bij zit, zeg maar. Ja. Want je docs maakt het wel heel leuk ook. Ja, het is echt super leuk. En ook dat riempje. Ik zou zo naar een date gaan. Misschien niet met die tas. Ik zou natuurlijk mijn eigen tas. Is leuker misschien wel ervoor. En die is ook kringloop. Ja, dit maakt het ook weer anders. En het is ook kringloop. Echt wel leuk, hè? Ja. Oh, ik kan mijn haar opsteken. 1,55. 1,55, my friend. Maar ik dacht dat je echt zei van, kijk, dat je je telefoon ging pakken om uit te rekenen. Haartjes op. Echt heel mooi. Ik ga even ietsjes... Ik vind dat groen en goud ook echt heel mooi. Ja. Pretty. En dit is... En je hebt gewoon zelfs nog meer, hè? Ja, en gewoon binnen budget. Dus je eerste outfit en zeg maar je tweede variatie erop is al super leuk. Ja. Ik vind dit echt niet mooi.
Het staat echt vet schooljuffrouw, heel oud. Nee. De rok is nog wel leuk, dus daar ga ik nog wel even een outfit mee maken. Maar dit? Nou, dit is even een andere optie. En eigenlijk is het dus hetzelfde blousie, maar dus met de rok. En de rok is... Oh nee, Ro, draai om. 2,95. Wat een taal is het? Ik weet niet. De blouse is gewoon zo leuk. Ja. Maar we kwamen er net achter dat hij stuk is. Maar hij is altijd echt zo mooi geweest. Hij is echt mooi. Hij is natuurlijk niet eens gestreken, hè. Dus... Kun je nagaan. Ik weet niet wat hier gebeurt. Kijk je face op. Ik was hier heel enthousiast over dat ik erachter kwam dat dit niet zo'n strakmaak ding is. Maar gewoon voor de sier. Ja. Ik sta zo, want, you know. En dit happened. Dit. Omdat anders kan het niet. Maar nee, hij is super mooie kleur. Mooie lengte ook. Mooie hakken erbij aan. Dat ziet er niet uit. Ziet het er niet uit. Ja, het idee was er. Uitvoering. En een spiegel dan? Tikkeltje minder. Ja, de uitvoering is groot minder, hè? Dit ook. Ik ga stuk. Wel jammer, hè? Ja. Oké, maar dan heb ik alsnog een challenge gedaan, want... Ik heb 2 outfits gevonden. Yay. Wat onder €20. Wat is je favoriete outfit? De eerste. Deze? Deze. De eerste, ja. De eerste. Kijk, wat een mes. Oké. Lieve mensen, ik heb me weer aangekleed. En ik heb net opgeschreven hoeveel alles kost. Focus. Dankjewel, meneer. Ja. Doei. Waarom is dit zo groot? Dat ben ik dan. De allereerste outfit die jullie zagen is bij elkaar. Dat ga ik nu even uitrekenen. 1,95 plus 4,95 plus 2,25. Want hij is dus 50% korting. Kijk, komt al bij. Ik ga stukken mee. Even kijken. Riem 1,25. Hij doet het. Dan de tweede outfit. En die is 1,25 plus 1,55 plus 2,25. Oh nee, en de tas. Ik ben de tas vergeten. Plus 1,95. Oh mijn god. Oh. Ze deed plus 195. Kut hoor, ik had 5,50 plus 1,95 is een totaal van 7,45. Een hele outfit. I'm shook. En dit is dus zonder de schoenen. En zonder een jas natuurlijk. Want dit is koud, mensen. Ik heb €24 in mijn tas. Ik heb gewoon 2 outfits. Oh my god. Ja, top. We did it. Hallo, van en mee. Ik vond het heel erg leuk. Ik vind het echt... Het is gewoon mijn vintage buddy. Mijn vintage wederhelft. Vind ik een goeie, ja. Oké, als je het leuk vond, let us know. Doe een duimpje omhoog. Wat vind je het leukste item wat je aan had? Ja. Laat het weten in de comments. En laat ook even weten welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan gaan we dat doen.